Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is nu maandagmorgen 26 november en ik zit te wachten tot mijn vlog live gaat. Waarschijnlijk als je deze vlog ziet, heb je mijn vorige vlog ook gezien. En we zitten hier bij de première van mijn vlog. Dat is iets nieuws op YouTube. En hier heb je dus een chatbox en om 10 uur gaat die live. Dat heb ik ingesteld. Alleen nu kun je dus zien. Kun je samen klaar gaan zitten voordat hij live gaat. En dan kun je er meteen over chatten. Wat mij echt heel leuk lijkt. Dat lijkt echt veel meer op streamen. En die directe reactie vind ik gewoon super leuk. Dus dat ga ik denk ik voortaan altijd doen. Ook al is het niet een succes. Er zijn er weinig mensen. Het lijkt mij heel erg leuk om dit samen te bekijken. Het is gewoon grappig dat we er meteen op kunnen reageren. Dus als je deze vlog aan het kijken bent, dan zit ik waarschijnlijk daar in de chat of daar. Nou weet ik het even niet. In ieder geval, we gaan lekker verder met vloggen. Ik heb een paar dagen overgeslagen. Puur en alleen omdat ik het gewoon vergeten was. Ik moet nog heel even een klein beetje wennen dat we vloggen. Ondertussen ben ik bezig met de Mattia Awards. Dit jaar ga ik het ietsjes anders aanpakken. Ik heb wel dezelfde categorieën. En met de Mattia Awards kun je... Ja, ik ga nou de genomineerden in een lijstje zetten. En dan kun je met... kunnen kijkers ook stemmen wat hun de beste... wie hun de beste vinden. Samen kijken is echt super leuk. Ik heb even make-up opgedaan, weet je. Maar het was echt super leuk om samen de première te kijken van de vlog. Dus dat gaan we weer doen. Dus dat zullen we nu aan het kijken zijn weer, met z'n allen. Ik wou jullie even laten zien dat ik mijn kerstboom heb opgezet. Yep. Ik ben zaterdag naar de intratuin in Dieren geweest. Het is echt een gigantische intratuin. Ik wilde dat gewoon vloggen, maar ik ben het... helemaal vergeten. Ik heb er gewoon geen moment aan gedacht om te gaan vloggen. Ik was met alle vrouwen uit mijn familie. Dus alle mijn nichtjes en tantes. En mijn opa en oma. En ik ga het even laten zien. Ik heb meteen die avond mijn kerstboom opgezet. Dus ik ga hem even laten zien. Ja. Ik vind in het echt is die nog mooier dan op beeld. Maar... ik vind hem heel mooi. Ik heb dus een witte boom van mijn tante gekregen. Vet lief. Die had ik vorig jaar ook. En ik heb nu dus groene ballen. Want normaal zie je groene ballen niet in een groene boom. Maar in een witte boom dus wel. Ja, dit is echt glitters, glans, sterren. En dan heb ik hier en daar een dure bal. Dus dit is dan een duurdere bal. Als een in echt glas. Dit is... weet ik niet of het glas is. Nou ja, je kunt zo een beetje... zoeken naar de mooie ballen. Ik heb één gigantische bal. Daar heb je weer zo'n mooie. Hier heb je ook een mooie. Hier ergens hangt er ook nog één. Daar, ja. Ja, het is een genot om naar te kijken, deze boom. Dan heb ik hier ook nog... ja, dit is een beetje een rommeltje. Dit is wel leuk. Kijk, nou heb ik die kaarsjes hier niet aan. Maar die heb ik ook nieuw. Deze van mijn moeder gekregen. Have a holly jolly Christmas. Deze vind ik ook heel erg leuk. En dan twee witte ballen erbij. En nog zo'n, hoe heet die dingen. Fijn dat Nicky's sokken erachter liggen. Ja, en hier allemaal. De uiltjes zijn ook van mijn tante gekregen. Die hoorden bij de witte boom. Dus dit is ook hartstikke gezellig. En dan heb ik nog een nieuw dekbed gekocht. Ja, hij is super zacht. Het is flanel. Daar hou ik van. Ik weet niet of Nicky ervan houdt. Dus misschien moet hij eraf. En daar in dat grijs lijstje. Dat is al heel lang leeg. Daar ga ik vandaag een foto voor uitprinten. Daar wilde ik namelijk een foto van mij en Nicky in doen. Dus als ik eraan denk, ga ik dat vanavond doen. Hey, what's up? Ik ben op dit moment nog bij Nicky. Oh, staat de warming aan? Ja, even uitzetten. En ik ga nu op pad naar Kruidvat en van alles om de charity stream voor te bereiden die ik dadelijk ga doen. Heel veel zin in. We gaan geld ophalen voor Movember, dus dat is voor prostaatkanker, teelbalkanker, gewoon gezondheid van de man in het algemeen en ook zelfmoordpreventie. Dus echt, ja,
Ik bedoel, mannen betekenen heel veel in mijn leven. Vooral ja, de mannen die waar ik door omringd ben. Al mijn familie, vrienden, jullie. Dus dit leek me echt een heel goede course. Hoe zeg je dat? Een goed doel om te steunen. Dus daar gaan we vandaag mee aan de slag. En ik ga even mijn make-up pakken. En dan gaan we naar de kruidvat als eerst. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Gisteren heb ik charity stream gedaan voor Movember. En wat we opgehaald hebben is insane. We hebben gewoon meer dan $1000 opgehaald. De Mad Squad was insane supportive voor dit goede doel. En ik ben echt zo, zo dankbaar dat ik omringd ben door zulke supportive mensen. En ja, ik heb er gewoon een beetje slecht van geslapen. Omdat ik zo hyped en zo, ja, ik weet niet, zo lief, veel liefde voelde of zo. Is heel raar waarschijnlijk. In ieder geval, het was een geslagen avond. Ik heb zelfs groen haar, maar ik heb het wel nog een keer gewassen. Want ik vond het heel lelijk. Maar als je het goed kijkt, zie je dat het nog een beetje groen is. En we gaan Nicky's snor zwart verven. Want dat zouden we doen als we $1000 ophaalden. Dat is gelukt. Dus we gaan zijn snor zwart verven. Vandaag ben ik bij Incentro in Utrecht en gaan we allemaal video's opnemen. Ik ga gauw naar binnen en ik neem jullie gewoon weer mee vandaag. Oh my baby, can we stay in nature? So I'm... Ik heb dus echt nooit mijn haar zo strak, maar ik moet even wennen. Als ik mezelf zie, dan denk ik, oeh. We zijn inmiddels binnen bij Incentro. We hebben net de... Hoe noemen ze het mooi? Briefing gehad. We weten wat we gaan doen en nu gaan we alles opnemen. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook een beetje bang, want aan het einde moet ik gamen en ik ben bang om te verliezen. Dus het wordt nog spannend vandaag. Crazy, what you been that bad for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my... Van Incentro doorgegaan naar Culemborg voor te trainen. En daarna heb ik meteen even boodschappen gedaan. En wat gehaald voor wat ik nu ga vertellen. En toen heb ik gekookt. En nu zijn we hier. Het is 7:30 of zo. En ik heb dit gehaald. Het heet Lash and Brow Color. Dat is voor gezichtsbeharing te verven. Dat vind ik wat fijner om mee te verven dan haar. Verf, want ik wil niet dat Nicky ineens zo'n dikke lip krijgt omdat hij allergie heeft voor de haarverf. Maar dit is speciaal voor gezichtsbeharing, dus dit kan geen kwaad. En dat gaan we nu even op stream doen. En ik zal even voor laten zien en dan zie je het daarna. Laat eens even je mooie snor zien, Nicky. Nee, zonder tong. Stop. Oké, even één beeld freeze, dan kan ik het in de thumbnail zetten. Ja, dat is ook echt lelijk. Ja, het is echt heel lelijk. Nee, dat is super knap. Maar niet gedaan. Ja, want dat is... Ja. Laat veranderen het hele beeld. Nou, dan doe ik je haar er niet op. Doe ik het vanaf je ogen. Maar het is wel heftig. Maar ik vind het je best staan. Wat vind je zelf, Nicky? Goedemorgen, het is vandaag donderdag. ik heb gisteravond de hele avond gelachen om Nicky's snor. En iedere keer als ik naar hem kijk,
Moet ik weer lachen. Ja, ik heb nu mijn haar los, dus nu kun je een beetje zien hoe groen mijn haar is. Maar Nicky vindt het heel erg meevallen, maar ik vind het echt heel lelijk. Vandaag is het plan om weer naar Den Haag te gaan. Dit keer om mijn visum op te halen. En dan zijn we er klaar om naar Shanghai te gaan. Als ik mijn visum krijg tenminste. Dat gaan we vandaag zien. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, want you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to slap with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking. But you, I know it, you know it. We make it. Nou ja, volgende stop is de Starbucks. Wat zeg je, papa? Mama is te veel. Zo, goedemorgen. Even een jumpy in de tijd. Ik zie eruit als zwerven, joh. Het is nu vrijdag. En ja, ik heb mijn pc echt al heel lang. Werkt hij niet zoals hij hoort. En ik, nou ja, het frustreert me al heel lang. En ik heb vandaag maar eens... Ja, op dit moment kon ik ook niet meer mijn drivers updaten van mijn videokaart. En ik dacht, oké, er moet even iets anders. We gaan hem even helemaal opnieuw installeren. Dus dat ben ik nu aan het doen. Ik ben Windows opnieuw aan het installeren. Sorry voor de mes. Maar ja, je weet, iedere gamer, iedere computerbouwer weet dat dit echt het allervervelendste werk is. Windows installeren. Dus daar ben ik deze ochtend mee bezig. En ja, eigenlijk betekent dat dus ook meteen dat ik niet kan streamen en zo. En dat, ja, dat frustreert me altijd. Als er iets technisch is waardoor ik niet kan streamen, dan vind ik het heel vervelend. Kijk, als ik iets leuks ga doen of iets anders moet doen, wat echt, ja, niet kan wachten. Maar dit is echt zo'n ding wat je uitstelt. Het komt nooit goed uit. En ik dacht, ja, nu gaat het maar gewoon gebeuren, want... nu ik toch al die Windows updates moet doen en je kent het waarschijnlijk, ga ik in de tussentijd even mijn keyboard schoonmaken. Want moet je even kijken hoe smerig dat ding is geworden. Vooral hier. Eeuw! Vies! Ga ik nu meteen schoon. Even een shout-out naar Fistic Bray. Ik denk dat velen van jullie hem kennen. Hij is echt mijn held als het gaat om dingen installeren voor mijn pc. Ik kan altijd bij hem terecht. Echt. Even shout-out naar Fistic, naar Lars. Gooi even wat liefde in de comments voor Fistic Puree. Want door hem ben ik op dit moment niet helemaal mental dead of zo. Hoe zeg je dat? En ondertussen ziet het er zo uit. Ik heb bij Coolermassa Keyboard, krijg je dit erbij. Dan kun je gewoon heel makkelijk zo... Kijk hoe vies. Eeuw. Dan kun je het er allemaal heel makkelijk afpoppen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Dan gaan we lekker schoon beginnen dadelijk. Jakkes, allemaal kattenharen. Eeuw, en wat is dat? Schimmel of zo. Nee, het is geen schimmel. Koekje. We zijn hiermee bezig. Echt jottem. Superleuk werk dit. Viezigheid. Dit stukje heb ik al schoon gemaakt. Ik heb het niet zo heel goed zien. Kijk, tot hier. Hier is het schoon. Oké, aanmelden. Zo, het is al inmiddels... 7:15. Het is inmiddels dus avond. Ik heb alle games die ik voornamelijk speel geïnstalleerd. Nu, het enige wat ik nog moet installeren is Adobe Premiere Pro. En daar gaat Sylvana me voor helpen. Dus dikke shout-out naar Sylvana. Deze keer vergeet ik het niet. Dankjewel voor je hulp. En ik hoop dat alles goed gaat. Dus dat zien we zo. Het installeren van Adobe Premiere Pro is gelukt. Super top. Daar heb ik deze video niet op geëdit. Dat heb ik op DaVinci Resolve. Daar heb ik deze op geëdit. Terwijl ik deze aan het editen ben, denk ik van weet je wat, we gaan er een eind aan breien. Want
ik heb nog een klein announcement. Ik ga wel Vlogmas doen dit jaar. Vlogmas betekent dat je iedere dag video record en upload. En dat dan tot kerst. Vanaf 1 december tot kerst. Dit ga ik doen. Ik kan alleen niet beloven dat ik iedere dag een video opneem en upload. Want ik heb een beetje een vol schema. Maar ik ga het wel proberen in ieder geval. Dus jullie kunnen vanaf 3 december een video verwachten. En ik begin morgen al met Vlogmas dag 1. Dus ja, maak jezelf ready. We gaan keihard knallen op YouTube. Voor die 3000 subs. Die gaan we halen. Voor het eind van het jaar. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. Geef het natuurlijk een dikke duim omhoog. En laat weten in de comments wat je ervan vindt. Ook als je in de live première bent geweest. Laat even nog een comment achter. Vind ik super leuk. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe video. Doei!